Ik ben Linda Dielemans en ik ben de schrijfster van Geestkrijger, dit boek. De bronstijd, daar leer je eigenlijk niet zoveel over op school. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, is dit juist wel goed om eens een keertje echt een spannend verhaal over te schrijven. Waardoor je misschien deze periode wat meer leert kennen, omdat die eigenlijk heel spannend is. Maar je hoort er nooit wat over. Die rituelen die worden ook wel teruggevonden in de archeologie. Dus net als die zwaarden in de rivier, dat wordt gevonden. En je bent als schrijver natuurlijk volop aan het schrijven. Mm-hmm. En hoe combineer je dat dan met archeoloog zijn? Ja, dat is soms best wel lastig, want ik werk 4 dagen als archeoloog. En schrijven doe ik dus op 1 dag in de week en dan nog op alle avonden en dan nog in het weekend. Het beroemdste is natuurlijk Stonehenge. Dat is een groot monument in Engeland met die hele grote stenen. En natuurlijk het zwaard, en die heb ik hier. Dit is het zwaard van de hoofdpersoon, die heet Arn. En zo'n bronzen zwaard, zit ook in het boek. En dit wordt ook echt gevonden. En dit zijn dus de dingen die in die rivieren terechtkomen. De huizen, de akkers, hoe het er daar uitziet. Al die paadjes en al die hekjes, en die zijn ook allemaal echt gevonden. En natuurlijk dat ik hoop dat jullie allemaal Geestkrijger gaan lezen. En natuurlijk erop gaan stemmen, vooral dat. Nee, niet lezen. En dan ook erop stemmen.